Nu is hij nog wethouder in de gemeente Meren. Straks wordt hij burgemeester in Heemskerk. VVD-prominent Alexander Luiten. Met hem gaan we praten in deze aflevering van In Derde Termijn. Meneer Luiten, welkom in de bibliotheek van Bussum. Het is de laatste keer waarschijnlijk dat ik u ga interviewen. Eerst natuurlijk gefeliciteerd met uw benoeming tot burgemeester. Hoe lang had u die ambitie eigenlijk al om burgemeester te worden? Nou, die ambitie had ik nog niet zo heel lang. Die krijg je ook geleidelijk. Je leert op een gegeven moment het openbaar bestuur van binnenuit kennen en het lokaal bestuur van binnenuit kennen. En dan ga je eens nadenken over welke rol jou het beste past en welke ambities je hebt. En dan uh, bedenk je op een gegeven moment, en dan zijn er ook wat mensen die dat soms tegen je zeggen, um, dat een burgemeesterschap iets voor je zou kunnen zijn. En dan ga je een keer solliciteren. En ja. uh, zo geleidelijk aan uh, dan. Uh, ja, er zijn gemeenten die je beter passen, er zijn gemeenten die je minder liggen. En uh, nou ja goed, ik ben, uh, ik ben nu uh, in Heemskerk in de prijzen gevallen. Ja, we gaan het straks hebben over Heemskerk. Maar ik ga eerst eens even terug naar uw politieke loopbaan uh, bij de VVD. Um, ik heb eens even wat graafwerk gedaan, want u bent onder een ja, toch wat rage sterrende uh, politiek actief geweest. Ik ga het even uitleggen. In maart 2010 vervielen de verkiezingen in Bussum vanwege een. Op handen zijn de gemeentelijke herindeling, Bussennaarden, Muiden en Wees. Die er niet kwam. Exact. Uiteindelijk vonden dus in november 2010 die verkiezingen plaats. Maar de fusie was er niet. U bent na die verkiezingen geïnstalleerd als raadslid voor de VVD, januari 2011. Dan zijn er in maart 2014 verkiezingen. De normale verkiezingen, zal ik maar even zeggen. Anderhalf jaar later, november 2015, weer verkiezingen. Vanwege de gemeentelijke herindeling die leidde tot Gooissemeren, Bussum naar de Muiden. Die ging wel door. Dan komt er een nieuwe gemeenteraad in januari 2016. Twee jaar later weer verkiezingen, maart 2018. Nou, dat blijft dan een tijdje goed gaan, zou ik dan maar zeggen. En dan uh, natuurlijk in maart van dit jaar weer verkiezingen. Um, nou, dat is nogal een um, <laughs> steeds zo'n periode van. Uh, je hebt verkiezingen uh, en ze zijn nog niet voorbij, of je moet je ja. voorbereiden op de volgende verkiezingen. Nee, dat klopt. U heeft uw huiswerk goed gedaan om te <laughs> beginnen, dat sowieso. Um, ja, dat is natuurlijk heel raar. Ik ben begonnen met een kortere periode, omdat de periode daaraan voorafgaand. Extra lang was vanwege ja. die verkiezingen of die, die, die herindeling die uiteindelijk niet doorging. Ja. Uh, en vervolgens heb ik wat van die inderdaad bijna halve periodes gehad, omdat er uh, tussentijdse verkiezingen waren in, in, in uh, verband met de herindeling die toen wel doorging. Gooi en noemen het dan Dat is heel um, uh, onrustig en dat ja. is niet zozeer ja. vervelend voor mij, maar vooral voor een gemeente die eigenlijk een beetje rust nodig heeft om na de vorming van een coalitie beleid te formuleren en dat beleid ook gedurende een bepaalde periode uit te kunnen gaan voeren. Ja. Als je steeds onderbrekingen krijgt vanwege die verkiezingen, is dat vooral voor het openbaar bestuur, voor het lokaal bestuur, uh, ingewikkeld. Ja. Voor mij persoonlijk niet zo, hoewel. Um, kijk, voor, voor de gemeentelijke politiek is het in die zin ingewikkeld dat je het risico loopt dat mensen eigenlijk voortdurend in de campagne stand staan. Dat er nooit op een rustige manier bestuurd wordt, maar altijd op een wat meer heigerige manier, omdat ja. er weer verkiezingen aanzien ja. te komen. Ja. En dat is, uh, dat is, dat is lastig. Ja. In uh, maart 2018 werd u wethouder voor de eerste keer. En dat werd geprolongeerd in maart van dit jaar. Uh, u neemt daar nu zelf uh, afscheid van, hè, uh, omdat u dus burgemeester wordt in Heemskerk. Uh, even los daarvan. Uh, hebben we nu eigenlijk weer zo'n tumultueuze periode? We hebben daar vorige week met D66 aandacht aan besteed. Binnenkort komen Nico Schimmel en Jelma Kruid van respectievelijk het Oude Hart en het Oude GDP in en onder toelichten. Maar ook even uw visie uh, namens de VVD. Um, dan heb je een collegeakkoord met GroenLinks, D66, Hart en de VVD. Uh, en dan zijn we een paar maanden verder, en dan is er opeens een nieuw college. D66 eruit, ja. GDP er eigenlijk in, via een uh, omrecht. Ja. Hoe ja, kijkt is, u daar tegenaan? Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat is de, de, de heel bijzonder dat het gebeurt. En nog bijzonderer is het hoe dat gebeurd is. Um, heel onorthodox uh, en uh, redenerend vanuit de VVD. Um, voor ons is de inhoud leidend. Dus wij hebben een coalitie met, met uh, volle overtuiging hebben wij in, wat was het, juli, een coalitieakkoord gesloten met D66, GroenLinks en Hart. Um, de inhoud daarvan, daar staan we helemaal achter. En gegeven het feit dat de nieuwe combinatie, wat je daar ook van mag vinden... en wat je ook mag vinden van de totstandkoming daarvan... Uh, de inhoud van het akkoord onderschrijft... Uh, dat betekent dat wij uh, eigenlijk geen reden hebben om te zeggen... we stoppen hiermee, we staan achter de uitvoering van wat er lag. Uh, dat ligt er nog steeds. En um, daar komt bij dat wij als VVD inmiddels in de nieuwe constellatie... En dan zie je hoe raar dingen kunnen lopen. Notabene uh, met een extra wethouder in het college vertegenwoordigd zullen zijn. Dus voor de VVD was dit alles bij elkaar een situatie um, waar we mee kunnen leven, waar we was mee was verder kunnen. Was dat ook het kunnen. wisselgeld? Want de VVD had één wethouder, net zoals de andere drie partijen, ook één wethouder. Ja. Uh, nu komt de VVD versterkt in dat uh, college met ja, twee wethouders. Um, was dat ook het wisselgeld? Zo van als we een tweede krijgen dan blijven we en dan stappen we op? Uh, ik ben daar zelf niet bij betrokken geweest bij die bespreking. Dat is door de fracties gedaan. Maar dit is natuurlijk wel door de bank genomen uh, hoe politiek werkt. Uh, dat je probeert om uh, in ruil voor datgene waarvan je zegt dat bevalt me niet zo, dat je daar iets voor terug probeert te krijgen. Ja, ja. Waarom heeft de VVD er niet voor gekozen om alleen met GDP hard verder te gaan? Dan heb je, even uit mijn hoofd, uh, 17 zetels, klopt dat? Nee, dat klopt wel. Maar uh, uitgangspunt voor ons was gewoon een voortzetting van de huidige coalitie. Um, met nadruk dus met GroenLinks, met wie wij uh, al uh, sinds jaar en dag uh, uitstekend samenwerken. En ook voor uh, het evenwicht en de, de breedte van de coalitie uh, denk ik dat dat een heel goed idee is. Um, dat is eigenlijk de reden geweest. Uitgangspunt was simpelweg de voortzetting van de huidige coalitie. D66 heeft daar andere keuzes in ja, gemaakt. Uh, die uh, zou ik respecteren en die begrijp ik ook heel goed. Um, maar dan blijft het feit dat we overblijven, redenerend vanuit de vorige coalitie, met een, uh, met, een, uh, met een drie partijen. Ja, ja, ja. Nou, u gaat het niet meer meemaken, althans niet in de uitvoering van het uh, coalitieakkoord. Dus ik laat het even hierbij. Um, ik heb eens even in uw verleden gedoken. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar. In een eerder interview op Gooi TV heeft u gezegd. Sport is echt wat u aangaat, waar uw hart ligt. U heeft zich ook sterk gemaakt voor een sportakkoord in het verleden in deze gemeente. Ik zie dat Heemskerk ook heel veel sportverenigingen heeft. Waarom vindt u sport zo belangrijk? Nou, sport, sport is om een aantal redenen belangrijk. Ik, ik begin gewoon met de simpelste: het is ontzettend leuk. Het is leuk om te doen, en dat leuke dat zit hem er vooral in als je daar eens even goed over nadenkt. Dat je het vooral heel vaak uh, samen met andere mensen doet. En dat is eigenlijk wat sport voor de gemeenschap ook zo belangrijk maakt. Uh, de, uh, nou ja, ik zou bijna zeggen, educatieve functie van sport. Hè. Uh, vooral kinderen, die daar, daar, daar vormt sport een ontzettend belangrijk onderdeel van de opvoeding. Je leert uh, s -s samen dingen uh, bereiken, je leert samen winnen, samen verliezen. Uh, je moet... Dat ook, hè? dat je leert om te verliezen. Zeker, hè? zeker. Ja. Daarom zeg ik het ook met nadruk. Ja. Uh, uh, je, 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 je moet gewoon, uh, je, je, je vervult een rol in een team. Uh, ook als het een beetje regent, moet je toch gewoon opkomen draven, want je laat je teamgenoten niet in de steek. Uh, dat soort educatieve ja. dingen. Uh, de, de bindende factor van verenigingen daarnaast in een maatschappij, in een lokale samenleving, is ook van onschatbare waarde. Dus allemaal dingen die maken uh, dat sport, ja, nou ja, nogmaals, niet alleen leuk is, uh, en goed is en gezond is, maar ook ongelooflijk belangrijk als nou, cement, noem ik het maar even, voor de lokale samenleving: voor de sociale cohesie ja. in, een, uh, ja. in een gemeente. Hè? Ja, ik legde net al even de link naar Heemskerk. Uh, daar ga ik het even met u over hebben. Heemskerk heeft zo'n 40.000 inwoners. 25 raadzetels, een uh, beetje vergelijkbaar met Goois Meren waarbij de lokale partij vrij sterk is. Heemskerk lokaal is dat uh, hier. Is de winnaar van de verkiezingen, ze gingen van vijf naar negen zetels. En vormen samen met D66 en GroenLinks het college in Heemskerk. En nu gaat daar Sikko Heldoorn, die nu waarnemend burgemeester is, opvolgen. Um, zit u nog meer overeenkomst met Goois Meren Of ziet u juist verschillen tussen Heemskerk en Goois Meren? Nou, om te beginnen, een algemene opmerking, ik ga even heel weinig zeggen over Heemskerk. Want ik heb de lokale televisie in Heemskerk gezegd dat ik pas over Heemskerk ga praten als ik daar geïnstalleerd ben op 15 november. 15 uh, december, december. December, sorry. Uh, en dan is het een beetje raar als ik voor een andere camera wel heel veel dingen over Heemskerk ga zeggen. Maar het is natuurlijk een andere, het is echt, en daar vertel ik niks nieuws mee, het is wel een ander deel van het land. Het is een ander deel, een andere regio, met een andere. Uh, 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 samenstelling met een ander soort economie. Uh, en, en in dat opzicht zijn er wel, zijn er wel verschillen. En, en, ik denk dat een van de belangrijkste verschillen als het gaat om de, om de lokale politiek in het openbaar bestuur is dat um, meren uh, inmiddels, he, zoals Bussen en naarden en Muiden dat vroeger uh, ieder voor zich afzonderlijk waren. Maar uh, meren is natuurlijk uh, samengesteld uit een aantal verschillende kernen. Dat zie je ook heel sterk terug in de lokale politiek, in het openbaar bestuur. Um, al was het alleen maar omdat we hier vier Sinterklaas-intochten hebben. Ja. Je vraagt je af waar die man de tijd vandaan haalt, maar goed. Um, u was er nog bij één. Uh, ik was in Muiden, ja. ja en dat was een Mijden. feest trouwens. Dat was ontzettend leuk. Uh, dus uh, pleidooi voor uh, het in ere houden van die traditie. Maar Heemskerk is één gemeente en ook één kern. Is het dorp Heemskerk. Uh, men noemt het is het ook geen resultaat van een fusie. Uh... Nee, nee, nee. nee. Dus, dus dat is eigenlijk uh, een, een heel belangrijk verschil, denk ik. Ja. Uh, en verder, verder komen daar dingen op mijn bordje. Ik, ik krijg daar natuurlijk een, een andere rol dan ik nu heb. Uh, maar ook ja, zijn er wat andere uh, aspecten, ook vanwege de geografische ligging. Ik bedoel, uh, Heemskerk heeft een strand, om maar eens wat te noemen. Heemskerk heeft een, een deel uh, uh, natuurreservaat, duinreservaat. En het is ook wat agrarischer, denk ik, dan Gooizemeren. Ja, ander soort activiteiten op het ja. agrarisch gebied. Ja. Um, maar dat, ja, dat zijn zo'n beetje, zo beetje de belangrijkste verschillen waar ik in eerste instantie tegenaan denk te lopen. Ja. Um, de voorzitter van de vertrouwenscommissie in Heemskerk die zei: uh, we kiezen voor um, Alexander Luyten uh, om een aantal kwaliteiten, bestuurlijke ervaring, uh, kennis, hermabele uh, man. Uh, maar vooral ook. Uh, hij is een bruggenbouwer. Ja, dan gaat bij mij meteen de alarmbel rinkelen. Zijn er dan problemen? Nee, hoor, nee dat, de, dat denk ik niet. Dat zou u, dat zou u natuurlijk ook weer uh, vooral in Heemskerk moeten vragen. Uh, nee, dat denk ik niet. Maar um, ik, ik, in de gesprekken die ik in Heemskerk heb gevoerd... Um, ik denk dat het voor Heemskerk belangrijk is om uh, bruggen te bouwen naar... Um, en dat is geen geheim, want dat heb bijvoorbeeld in de profielschets gedaan voor de, voor, gestaan voor de nieuwe burgemeester. Bruggen te bouwen binnen de regio, een positie te verwerven binnen de regio Eimont, maar ook binnen de metropoolregio Amsterdam. Daar ben ik actief geweest, daar ben ik tot nu toe actief zelfs. En dat bruggenbouwen dat komt ook heel erg voort uit wat ik hier gedaan heb. Ik ben hier uh, formateur geweest in het college. Waarbij ik um, uh, verschillen tussen partijen heb proberen te overbruggen. Uh, heb geholpen om een coalitieakkoord te smeden. Uh, dat soort dingen. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. ja, ja meer de samenwerking met de omliggende gemeentes zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, ja oké. Okay. Um, wat ik heel grappig vind: um, een van uh, uw uh, oude collega's, Jorrit Iversen. Uh, die is ook uh, vertrokken naar een van de gemeentes uh, daar in, uh, in het noorden van Noord-Holland, zal ik maar zeggen. Uh, toen als waarnemend burgemeester. Jan Franks, uh, dat was Jan Franks. Uh, oh sorry, ik uh, vergis me. Ja, je hebt helemaal gelijk. Uh, Jan Franks, of u heeft helemaal gelijk. Ja, ik vergis me. Uh, die noemde toen, um, in het uh, afscheidsinterview wat ik toen met hem had, dat de kermis met name daar zo'n belangrijke positie in neemt. Uh, ik zag dat eigenlijk ook terug in Heemskerk. Uh, waarom is dat eigenlijk zo? Nou, waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar ik ben opgegroeid in, uh, voor een deel in Alkmaar. Uh, ook in Noord-Holland. Dus je kent die omgeving. Ik ken de omgeving enigszins. Uh, en ik weet, de, de, de Noord-Hollandse kermissen zijn uh, groot en berucht. Uh, uh, over dat beruchte, dat weet ik niet zozeer. Maar ook in Heemskerk is de, is, de, is de kermis groot, heb ik me laten vertellen. Ja. Dat is een feestweek. Met alle, niet alleen een kermis, maar ook een hardraverij en nog wat andere festiviteiten. Uh, dus ik ben erg benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Ik weet in ieder geval dat het groot is. En ik. Uh, ik uh, heb gelukkig nog, want dat is, zeg ik uit mijn hoofd, de eerste week van september, uh, meteen na de zomervakantie. Ik heb gelukkig nog uh, tenminste acht maanden om me daarop voor te bereiden. <laughs> want had Alkmaar dat dan niet, zo'n kermis? Zo'n kermis? Alkmaar had ook traditie? Een, had, had, jawel, Alkmaar oh. had ook een kermis, maar Alkmaar is iets minder. Uh, is iets minder, is iets stedelijker is iets, is dan, dan heel veel uh, kleinere plaatsen, met name in Noord-Holland en West-Friesland, ja. waar kermissen uh, echt uh, heel groot zijn. Ja. Kan ik het vergelijken met. Ik heb zelf jarenlang in Leiden gewoond, daar had je het Leidens ontzet hè, op uh, 2 en 3 oktober. Uh, uh, mensen gingen echt sparen om uh, op die paar dagen. Nou, ongeveer een halve maand salaris er doorheen te jassen, zou ik dan maar zeggen. Ik weet dat ondernemers wel eens uh, zeiden tegen mij van. Wij merken echt gewoon een omzetdaling in de laatste paar weken voor dat ontzet, Want mensen sparen dat geld voor dat feest. Um, is, is dat ook zo bij die kermistradities daar in Noord-Holland? Nou, dat moet u me over een jaar nog een keer vragen. Ja. Daar heb ik geen idee van. Dat nee. is zo, zo... Ik zou het me kunnen voorstellen, dat je daar echt voor gaat bent Ja, nee, zeker. En, maar ja. dat zie je ook. Ik, ik ben uh, geboren in Limburg. en Daar heb je carnaval. En uh, ja. nou, daar, daar uh, doet zich dat ook voor. Ja, dat doet zich dat ook voor. Ja, ja. grappig. grappig. Um, u krijgt ook een andere rol. Hè? U bent nu wethouder. Vier en half jaar wethouder. Uh, u houdt zich bezig met allerlei politieke onderwerpen. Uh, u kunt zich ook politiek uitspreken over allerlei onderwerpen, al dan niet binnen coalitieverband, maar u heeft die vrijheid om dat te doen. Dat heeft u recht als burgemeester niet meer. Ja, als het, gaat om over, als het gaat om openbare orde en veiligheid dan weer wel natuurlijk. Maar u kunt zich niet opeens bezighouden met, uh, ik noem maar wat, sociale huurwoningen. Uh, uh, ja, hoe kijkt u tegen die rolverwisseling, hoe noem je dat, rolwisseling, uh, rolwissel aan? Ja, wat mij betreft is dat een van de redenen om uh, te kiezen op dit moment voor het burgemeesterschap. Ik heb natuurlijk uh, heel lang, eerst als raadslid en toen als wethouder, um, in het partijpolitieke gewoel, als ik het zo zeggen mag, uh, uh, gestort. En op een gegeven moment denk je dat een andere rol, iets verder weg van de partijpolitiek uh, gekrakeel, dat dat mij uh, minstens zo goed zou passen. Um, iets meer afstand nemen, iets meer zaken alleen maar bestuurlijk, los van partijpolitiek, bekijken. En dat is precies de reden geweest waarom ik dacht... misschien, ja, moet, ja. Ik eens, misschien moet ik eens gaan uh, een kijken of het gemeesterschap ja. iets voor mij is. Ja, ja, ja duidelijk. Als u terugkijkt op de afgelopen jaren... Uh, waar bent u het meest trots op? In Goosemere dan? Ja, nou, we hebben natuurlijk vooral de afgelopen periode... een hele rare, ingewikkelde periode gehad met ruim twee jaar corona. Uh, en een van de dingen waar ik het meest trots op ben... Uh, uh, persoonlijk vanuit mijn portefeuille, maar ook als college gezamenlijk, is dat wij met een uh, corona steunfonds uh, erin geslaagd zijn om um, de ja, maatschappelijke, culturele, sportieve infrastructuur overeind te helpen houden. Ik zeg met nadruk helpen, omdat uh, verenigingen dat natuurlijk in eerste instantie gewoon. Zelf hebben gedaan. Verenigingen zijn ongelooflijk uh, weerbaar. Uh, en dat is hartstikke goed. Daar kan ik ze ook niet genoeg voor complimenteren. Maar zo nu en dan hadden ze in die hele ingewikkelde tijd, uh, toen er geen wedstrijden mochten plaatsvinden, geen trainingen, toen allerlei dingen gesloten moesten worden. Hetzelfde geldt voor culturele initiatieven, ja. voor, voor zaaltjes en voor uh, theaters. Dat wij ze een, een steuntje in de rug hebben kunnen geven. Zelf vanwege dat coronafonds, maar ook via de gemeente. Um, um, had de provincie een, een, een steunfonds voor dit soort dingen. Dus daar ben ik, daar ben ik enorm, enorm blij mee. Uh, en daar kijk ik met heel veel tevredenheid op terug. Maar ook bijvoorbeeld de sportharmonisatie. Waar we ervoor gezorgd hebben. En dat was een ingewikkelde operatie waar ja. niet iedereen blij van werd. Maar hebben we er wel voor gezorgd dat iedereen. Uh, uh, nou, onder dezelfde voorwaarden kan sporten hier in. Uh, in ja, nee, in uh, één zin. He. Die sportharmonisatie hield in dat alle sportclubs op eenzelfde manier uh, behandeld werden. Sommige sportclubs in Mei zaten er beter bij dan in Bussum, in het oude Bussum, en dat moest allemaal gelijk getrokken worden. Uh, in ja. ja. als ik u vraag waar bent u het meest trots op, dan ligt er natuurlijk voor de hand de vraag en wat betreurt u? Nou, ik betreur <laughs> niet zoveel je hebt gezegd. Nou, wat ik betreur. Ja, nou, toch wel iets. Wat heel erg um, lastig is in het openbaar bestuur. is dat, je, dat de doorlooptijden soms zo ongelooflijk lastig zijn. Wij hebben hier in deze gemeente. Uh, en heel, trouwens in heel Nederland. Uh, dringend behoefte aan woningen, aan woonruimte. Uh, er moet gebouwd worden. Er moet niet ten koste van alles gebouwd worden. maar er moet wel gebouwd worden. Uh, en als je dan daar plannen voor hebt. en we zitten niet heel ruim in onze ruimtelijke mogelijkheden zou ik bijna zeggen hier, maar goed dan zijn er plannen en dan duurt het ontzettend lang voordat je iets van de grond krijgt. Ja. De, 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 de tijdsverloop tussen de eerste ideeën voor een ontwikkeling woningen. En het moment dat de eerste spade de grond ingaat... of laat staan dat er iets staat... die doorlooptijd is ontzettend lang. En dat is wel eens... Maar is dat een specifiek probleem voor Gooise Meren? Of is dat een landelijk beeld? Dat is wel landelijk. Ik denk dat het hier... minstens zo erg is als in de rest van het land. En dat komt ook door... En dat, kun je, dat recht kun je niemand ontzeggen, en dat wil ik ook niet. Maar het feit dat er uh, eigenlijk heel ruim gebruik wordt gemaakt van bezwaren en beroepsmogelijkheden. Ook in gevallen waar dat bij voorbaat tamelijk kansloos is. Ja. Maar u, nogmaals, uh, dat, u werd er vroeger bij de branchevereniging van woningcorporaties, hè, Edes, als ik het goed uitspreek. Ja. Hè. Uh, dat is al heel lang geleden dat u daar... Uh, nou, ja, tot 2018. 2018. Ja, tot 2018. Ja. Valt ja. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Uh, zag u dat toen ook al? Jawel, dat was, dat was toen ook al zo. In die periode waren er om allerlei redenen was, was er een, een tegenvallende woningproductie. Alleen dat was in een situatie dat niet zoals nu landelijk dat hele woningnoodprobleem al zo pregnant gevoeld werd. Ja, ja. Dat is nu iets van die laatste drie, vier jaar dat iedereen met de handen in het haar zit. Ik ben me ervan bewust dat dat in mijn geval een wat ongelukkige beeldspraak is. Maar uh, 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 dat was in de periode dat, uh, dat mensen dat nog niet zo. Uh, als klemmend er, ervoeren. En als je nu ziet, starters hebben een, een, nou, een tamelijk hopeloze positie op de ja. woningmarkt. Studenten, wel ja. had gisteren nog vrienden over de vloer. Studenten kunnen absoluut geen woning krijgen, geen woonruimte krijgen. Dat, heet, dat is, dat is een, een groot probleem voor mensen. Dat is, dat, en dat, dat is de laatste jaren eigenlijk wel erger geworden. Dat he? is enorm veel erger Sterker geworden. En, dat, geworden, en ja. hakt er, dat hakt er in de levens van mensen enorm in. Dat moet ja. niet onderschat worden. Dus er moet gebouwd worden op een. En op een verantwoorde manier, maar het is dus frustrerend dat de doorlooptijden zo lang zijn en dat het zo lang duurt voor je iets voor elkaar krijgt. Ja. Meneer Luiten, ik ga het afronden. Ik wil u bedanken voor uw komst naar de bibliotheek. Ik wens u een mooie carrière toe in de gemeente Heemskerk als burgemeester. U wordt beedigd of geïnstalleerd. Wat is het woord? Allebei. Of allebei. Op 15 december. Ja. Dank u wel. Veel geluk. Dank u wel. Volgende week praten we met de directeur-rentmeester van het Goois Natuurreservaat. Uh, graag tot volgende week.